evolved. En ik heb wat slechte frames. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar weer een aflevering op Ark Survival Evolved. Helaas moeten wij vandaag beginnen met een slechte mededeling. Crystal is overleden. Ik moest AFK en ja, schijnbaar zijn wij aangevallen geweest. Ik ben van een berg afgegooid. Ik ben gauw bovenop onze pelikaan gesprongen. Ik ben heen gereisd. Het was helemaal aan de andere kant van de map. Het duurde te lang. Gisteren was dood voordat ik er was. Maar hier hebben wij een level 112 man Pterodon. Daar hebben we er nog niet zoveel van. Die zijn we nog nodig. Ook onze insert name hier, die we de laatste keer hebben gekweekt, die is nou bij mij. Ik ben wat levels op hem aan het scoren. Om te zorgen dat zijn gewicht wat omhoog gaat. Ook was zijn gezondheid heel erg laag. Gelukkig doet hij redelijk goed damage. Ook jongens, ik heb op mijn Engelse kanaal als tip gekregen dat ik iets rustiger moet praten. En dat klopt. Als ik iets aan het doen ben wat ik leuk vind, veel lag. Echt, wel vervelend. Maar als ik iets leuk vind, dan heb ik vaak de eigenschap om heel snel te gaan praten. Rietvezel leer. Oh, wauw. Ik weet niet of wij leer hebben. Ik weet ook niet of ik er nog heel erg lang over kan twijfelen. Oké, vezel. Riet. Een beetje meer steen. Laten we twee van die dingen maken. In de hoop dat we nog een beetje leer op Pounder hebben. Waar is Pounder? Oh ja, Pounder staat op follow. Dus die is hier. Oh, leer genoeg. Oh, maak alles drie inventaris. Geef me in ieder geval één. Dan kunnen we de ding even vastzetten. Dan gaan we hem nog koud schieten. Ik weet het niet, jongens. Volgens mij hebben wij met elkaar nog geen Pterodon getemd. En ik vind dit, deze man er ook. Oh, oh, nee, nee, nee. Oh, nee. Oh, hij landt. Maakt het eigenlijk alleen maar makkelijker. Ik heb, oh, wauw. Nee, nee. Pounder, wat doe je? Wat... Oh, meen je niet? Oh, die Pterodon zit vast. Die kan weer die kant op. Wat gebeurt hier nou dan? Oh nee, mijn Pterodon. Oh nee, mijn Pterodon. Ah, hij is dood. Die ga ik niet kunnen redden. Remove Bola. Oh, ik moet nog inhouden. Oh nee. Wat gebeurt hier nou weer dan, dames en heren? Wat gebeurt hier nou weer? Ik heb ook geen kogels meer bij me. Nadat ik overleden ben, heb ik dat allemaal nog niet weer terug kunnen farmen. Oh wauw, wat zonde, wat zonde, wat zonde. Ik weet echt niet wat, hier, wat of dat hier nou gebeurde. Of dat die schildpad mij nou aangevallen. Of ik weet het echt niet, maar wat ongelooflijk zonde. Ik heb die Pterodon nog graag getemd. Ik heb er ook best wel een tijd achter hem aangezeten. Oh wauw, oh damn it. Ah man, wat bal ik daarvan. Wat bal ik echt van. Welk level ben jij, Dillo? Oké, ja jongens, dat is heel erg jammer. Dat is heel erg jammer. Maar het is niet anders, het is niet anders. Maar wij zijn nu dus in de opjacht naar een hoog level Pterodon. Een hoog level Archie vrouw. Want we hebben natuurlijk zilver nog bij ons thuis. Hoog level Archie vrouw. En eigenlijk ook op zoek naar een Dodicarus. Ancolius, onze tribe member, die had... Ik wou zeggen, ik zag hier net Archies... Die had een Dodicarus getemd, die heeft het helaas niet overleefd. Hij had een stroomstoring, zijn pc viel uit en hij is die Dodicarus kwijtgeraakt. Oh, wauw, wat een lijk. Maar, eigenlijk zijn we die echt wel nodig. Een Ankylo zou ook... Oh, wauw, kijk naar al die experience hier. Oh, wauw, wat een experience loopt hier rond. Dan laten we dit gaan vallen. Maar, ja... Ik ga de spawner een beetje op proberen te leggen om hem op het niveau van Crystal te krijgen. Ik weet niet of dat gaat lukken. Crystal was echt wel een super, super Archie. Ik ga haar heel erg missen. Het is ook eigenlijk waar de eerste Karen, daar zijn we kwijtgeraakt. We hadden nu Crystal, die zijn we kwijtgeraakt. Het is, oh, we hebben nog niet heel veel geluk, jongens. We hebben echt nog niet heel veel geluk. Laten we eens even eten. Welk level is deze Dodicarus? Ah, 40. Maar niet hoog genoeg. Nee, niet hoog genoeg. Maar we hebben dus met onze Archies nog niet heel veel geluk. Gelukkig hadden we deze nog opgebreed. Dus dan hebben we in ieder geval nog iets om mee rond te
vliegen. Zoals jullie weten, zilver die wordt voornamelijk door oncoliërs gebruikt. En ik vind het ook lullig. Hij doet heel hard zijn best voor onze tribe. Dus ik vind het ook lullig om dan te zeggen van doe mij die vogel maar weer terug. Dus we gaan gewoon op zoek naar een nieuwe. Dat is helemaal geen enkel probleem. Dat is helemaal geen enkel probleem. Ik vind het ook nog wel leuk om te doen. Wat scouten naar dino's. Dat houdt me een beetje bezig zo gaandeweg de dagen. Dus geen stress, geen drukte. Ik vind het heerlijk. Wel dus wat ik ook had op mijn Engelse kanaal. Dat men vond dat ik toch wel een beetje te snel praat. Kan ik me heel goed voorstellen. Die eigenschap heb ik vaak. Waarom sta je niet meer op verbergen eigenlijk? Ga gezegd. Zo ja, dat is helder op beter weg met de chat. Maar ja, 24. Wel een vrouw. We zouden natuurlijk ook altijd gewoon nog een laaglevel vrouw kunnen pakken voor wat eierenproductie. We willen toch wat serieuzer bezig met die kibbel. Dat gaan we nog wel doen. Ik denk alleen nog niet nu. Wauw, wat level ben jij, joh? Wat level ben jij? Hier. Oh ja. Oh ja. Ik zie bloed. Nee, groen. Oh, wauw. Komt nog een sabeltand bij. Dus jongens, ik ga hier nog heel even mee verder. Zo gauw wij enigszins wat leuks tegenkomen. Zoals die pterodon van net. Dan breng ik... Oh, wauw. Was 116. Net die hadden we misschien ook kunnen tellen. Maar aan de andere kant, die hebben we ook al twee vrouwen van. We hadden weer een man moeten zijn. En die experience is niet verkeerd. En we zijn weer door onze gezondheid heen. Nog een paar punten erbij. Nou, jongens, ik maak hier een kut. Ik ben weer terug, zo gauw er wat leuks gebeurt. Ander gaat al aardig. Hij is 196. Ik had hem graag nog een beetje hoger gehad. Tijdens het doodmaken van wat Archies heb ik een Archie-ei kunnen pakken. Ik heb zijn gezondheid omhoog gebracht naar 2000. Hij ging te snel dood met zijn 1300 gezondheid. Dat ging gewoon te snel. Oruitvermogen heb ik gelijk gelaten. 1800, hoog genoeg voor waar ik hem voor wil gebruiken. Gewicht had ik al een beetje omhoog gebracht. Die zit nu op 795. Wil ik graag omhoog hebben naar 1000. Dat is wat Crystal ook had. En bewegingssnelheid heb ik omhoog gebracht naar 130%. Zijn slagwapenschade was al 325,8%. Dus daar heb ik verder nog niet heel veel aan veranderd. Het is een beest. Jongens, wij hebben twee Alpha Raptors dood kunnen maken. De een was level 12. De ander was level 65. Uit die van level 65 heb ik een metalen houweel gekregen. Leerling. We hadden al een leerling metalen houweel. Het grote verschil is, deze heeft bijna twee keer zoveel duurzaamheid, maar een beetje minder schade. En een leerling kruisboog. Hij geeft aan dat er stenen pijlen zitten, maar ik heb helemaal geen pijlen in mijn inventory. Met een duurzaamheid van 206 en een wapenschade van 154,9%. Dat zijn natuurlijk altijd wel lekkere items om te looten. Van die jongens, Pounder, hij is er bijna. Hij moet nog een beetje meer carry weight, maar dan lijkt hij heel erg op zijn moeder. Probleem. Oké, okay, ja. Wauw, daar deed hij me een half uur over. Eigenlijk moet ik mijn game even restarten. Oh, wauw. Het is mijn inventory lekker. Het is ook geen probleem dat mijn game even moet restarten. Alleen dat kan op het moment even niet. Want ik heb geen hoog level dode kunnen vinden. Ik heb geen hoog level Archie kunnen vinden. 108. Is redelijk. Hadden we kunnen doen. Ik weet het niet, jongens. Ik wil graag een 120 vrouw erbij hebben. Wat ik dus wel... Oh mijn god. Er is te veel gaande daar. Er is te veel gaande daar. Dan moeten we eens even wat mee gaan ondernemen. Ik zal straks wel proberen dat nog even te laten zien aan jullie. We hebben hier een 116 reuzenwolf vrouw. Oftewel een direwolf. Onze snow is weg. Wat ermee is gebeurd... Geen idee. Dat was onze perfect... ik weet niet of die perfect team was. Maar onze 120 man, witte man. Het enige wat we nog over hebben is onze Grey Wind. En dat was een level 112 man. Deze jongens die doen zo verschrikkelijk veel time match. Vooral in een pack. Ik wil hiermee gaan breeden. Ik wil gaan breeden met die wolven. Die laten wij dan hier gewoon in de vallei los rondlopen. Als er dan enigszins iemand denkt dat ze bij ons spullen moeten gaan zitten, dan wordt die gewoon opgevreten. Wordt gewoon opgevreten. We hebben de vallei dicht. Er kan niks verder van buitenaf meer in de vallei komen. Ik denk niet dat ik ze al op agressief wil zetten. Dat heeft dan weer te maken met onze bevers die hier binnen in het water wonen bij ons. Eigenlijk wil ik die beverdammen heel graag houden. Dus totdat wij door een stenen muur om die beverdammen heen... Oh, wauw. Ik heb net zo vaak hem geraakt als iemand erachter geraakt. Zien jullie dat? Maar haar geraakt. Haar geraakt. Maar ik wil dus eerst daar een stenen muur om dat plasje heen gebouwd hebben. Voordat ik ze op agressief zet.
Maar op neutral zouden ze sowieso alle raptors en alles verder wat er per ongeluk invalt, dat zouden ze hartstikke dood moeten maken. Het zou ook inhouden dat wij onze Dodicarus en onze bever op wandering kunnen zetten. En dan kunnen we gewoon met onze high-weight vogeltjes, zoals Pounder, kunnen we even heen vliegen. Pakken we even de beverdammen leeg, halen we onze dodik leeg, halen we onze bever leeg. Dan hoeven we eigenlijk zelf niet meer zo heel veel materiaal mee te farmen. Vaak begin ik toch al dat ik even metaal ga halen op een berg en dat breng ik even terug. Dat wordt dan gesmolten. Dus om dan ook even een beetje hout, nou ja, best een grote hoeveelheid hout op te halen. Want onze bever die heeft dan een carrygewicht van 700. Dus dat is meer dan een grote opbergkist vol aan hout. Oh wauw, wolf. Word je niet eens een keer slaperig? Word je niet... Je bent net een klein kind. Je hebt gewoon zo'n hekel aan slapen dat je gewoon niet van plan bent te gaan slapen. Ja, doe maar. Oh ja, up, recht in de kont. Recht in de kont. Dat doen ze dieren dan ook al bij. Dus dat moet gewoon goed werken. Ja, oh wauw, dat had ik eerder moeten doen. Dus hier is onze level 116 vrouwelijke wolf. Ze is bewusteloos. Wat is de kibbel voor? Wat is de kibbel voor een reuzenwolf? Geen idee. Ga ik naar kijken en anders dan farm ik gewoon wat prime meat op. Als we wat prime meat hebben gefarmd, ik kan nou in ieder geval wel mijn game even restarten. En als wij deze hebben getemd of wat dan ook maar, dan haal ik jullie er weer bij op. En dan gaan we eens kijken of zij ook wat interesse heeft in Create Wind. Dus ik ben er zo weer. Later. Elk moment nou zal deze jonge dame de back komen versterken. Ja, het is nacht, het is donker. Ik weet het. Het duurt allemaal wel vrij lang om deze wolven te laten paren. En dan moet het nog maturen. En aangezien het zijn mammals, dus ze wordt daadwerkelijk zwanger. Ik had al verwacht dat ze nou al getemd zou zijn. Wat is ze zo lang nog aan het doen? Oh, tuurlijk, is 50. Oké. Hey, laat maar. Nou is ze bijna onderdeel van onze pack, jongens. Bijna onderdeel van onze pack. Zo gauw ze bij de pack hoort, dan halen wij direct de mannen bij. En gaan we kijken of we af elkaar leuk vinden. Oh, daar is ze. Daar is ze. Aangezien wij Snow kwijt zijn, wordt dit Snow White. Accepteren. Volgens mij is dit de witste vrouw die je kan vinden. Vrouwen zijn vaak iets minder mooi gekleurd dan mannen. Jongens, ik weet dat het extreem donker is. We gaan gewoon gauw even de man erbij ingooien. Kan ik hem zo pakken? Oh ja, hier is ook heel veel gaande. Oh, gelukt. In één keer goed. Super, super, super. We hebben natuurlijk ook al wat levels op deze man gehaald. Ja, oh wauw. Oké. Ze vinden elkaar nou wel een beetje leuk. Ze staat nog op follow, wat niet geheel de bedoeling is. Zo, dat kunnen jullie ook weer een beetje zien. Oh, rondlopen en schakelen. Wauw man, door de hele stam gebeuren man, is dat menu zo gigantisch groot. Rondlopen en schakelen. Gebeurt er al iets? Ze is klaar om te paren, zegt ze. Is dat ook echt? Oh ja, oh, er gebeurt iets. Er gebeurt iets, kunnen we... Dit is inappropriate, jongens. Dit wordt niet. We staan toe te kijken hoe zij. Nou, oké, het gebeurt. Het is al gebeurd. Het is alweer te laat. Ze zijn aan het paren. De paren, dat duurt niet super lang. Ik zou de hele tijd op u kunnen drukken om ze dicht bij elkaar te houden. Maar zolang ze zo blijven staan, gewoon niks doen. Gewoon toekijken. Oh. Oh, hij. Oh, wauw. Hij kijkt wel, jongen. Nou, laat maar. Ze zijn al het best eind onderweg met paren. Ik heb nog niet eerder mammals gebreed. Dus ik weet ook niet precies hoe dit allemaal zou gaan of hoe het in de verloop zou gaan. Wel heb ik een hele lading een vlees op Pounder staan die er nog net even een level tussendoor snoepte. Dus die heeft zijn gewicht nou omhoog naar 815. Als zijn gewicht op de 1000 komt, dan ga ik gewoon bewegingssnelheid meer niet. Hij doet al vrij veel schade. En dat wordt toch niet onze Battle Archie. Daar gaan we. Ik wil een 120. Ik wil een 120 vrouw voor bij Silver. En dan gaan we die eens even breeden. Oh, ik vergeet het bijna. Nee, Snow White blijf staan. Snow White is level 171 geworden. Het is niet het hoogste wat er is. Maar is natuurlijk wel schitterend mooi hoog.
Haar gezondheid is 2618. Uithoudingsvermogen is 988. Vind ik vrij hoog. Gewicht is laag, 255. Dat is standaard bij die wolven. Slagwapenschade 2588. Dus het is super. Bewegingssnelheid 130 is ook weer standaard. Oh, hij heeft bewogen. Oké, er is nog wel. Ik nou maar zorgen dat ze stil blijven staan. Het zou zonde zijn als ze het nou opnieuw zouden moeten beginnen. Dit gefluit is wel een beetje vervelend, maar het duurt gelukkig niet heel erg lang meer. Oh ja, ja. Jawel, oh, 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 yep, het is gelukt. Draagtijd voortgang. Zoals jullie zien is zij nu zwanger, rondlopen, uitschakelen. En bij hem ook rondlopen, uitschakelen. Eigenlijk hoeft hij er nog niet meer bij in te blijven. Zij zou er ook wel uit kunnen. Misschien wel handig is. Misschien zetten we haar wel even in het andere hokje. Maar aangezien het nacht is, jongens, en ik hier op deze server geen gamma-command heb, zal ik dit toch heel even uit moeten wachten tot het dag is. Dan heb ik ook nog wat leuke dingen om te laten zien in onze basis, mochten we daar genoeg tijd voor hebben. En ik denk wel dat het dan de volgende aflevering, jongens. We moeten praten over de plannen voor de toekomst. Jullie zijn mijn Arcadians, jullie zijn mijn helden. En ik zal jullie vertellen wat we van plan zijn. Gewoon hetzelfde als vandaag. Wij gaan op zoek naar een hooglevel Dodik, hooglevel Enki, hooglevel Argy en een paar vrij hoge levels. Die hoeven niet, ja, 100 plus is goed, maar Pterodons. Om neer te zetten in ons huis. Daar gaan we dan gewoon passive levels op gooien. Misschien zelfs wel een beetje active levels met een hele groep Pterodons. Dat is ook altijd leuk om te doen. En, wow, sorry. En daar gaan we dan wat passive levels op gooien, voornamelijk op speed, zodat als we een keer doodgaan, we heel snel terug kunnen. En ik wil ze een hoog level hebben, zodat ze in ieder geval fatsoenlijk stamina hebben. En het is super, super, super donker nou. Ik weet het. Jongens, ik ben er zo weer. En daar zijn we weer. Dames en heren, het is gewoon niet mijn dag vandaag. Of misschien wel. Ik ben op zoek naar een hooglevel Archie vrouw. Kan ik niet vinden. Ik vind hier een Archie man. Level 116. Weet niet. Ik twijfel nog. We kunnen hem best wel even temmen. Waarvoor ik jullie eigenlijk terug ben, is deze dode killer zo hier. Hij zit volgens mij vast hier tussen de stenen. Wat wel zwaar ideaal is voor ons natuurlijk. Laten we niet zo heel erg dichtbij gaan staan. Laten we toch een heel klein beetje verderop gaan staan. Ook overigens, men praat op een server dat die kangaroo heel zeldzaam is. Hij loopt gewoon bij ons achter het huis. Is wel uber laag level. En ik ga hem dus ook niet temmen. Zoals gezegd, ik wil alleen maar hoog level. Ik wil hem hoog level. En deze Dodicurus hier, die is level 104. En hij is super mooi blauw en goed verstopt. Super goed verstopt. Oké, die was raak. Die was raak. Oh. Wat is mijn volgende? Oh, oké, die stond al passief. Mooi. Dus ik ga deze ook even naar koud schieten. Ik heb helaas niet genoeg tijd om dit allemaal aan jullie te laten zien. En om ook nog die jonge wolf te laten zien. Dus ik denk dat ik deze Dodik maar gewoon even off camera doe. Dus ik heb hem jullie laten zien. Hij loopt hier rond. We hebben de kippel voor, wat wel ideaal is. Hij kan ik jullie misschien straks nog wel even laten zien. Maar onze wolf die is nog aan het groeien in de maag van zijn mama. In tijd ga ik deze Dodik hier even optemmen. Het is niet de allermakkelijkste manier zo oud in de oven te temmen. Ik bouw er wel een muurtje omheen of zoiets. En dan zijn wij straks weer terug met de wolven. Herwaard, dankjewel. Jongens, dus ik wil jullie even kort laten zien en ik ben er zo weer. Zijn we weer, dames en heren, met een van het meest schattige wolfje wat ik ooit heb gezien. Dit is natuurlijk super, super mooi. Ze zijn geboren, het is een vrouw geworden. Een super mooie vrouw. Kunnen we zo kunnen een beetje omhoog? Kijk dan hoe ongelooflijk schattig het is. Het heeft zelfs een heel klein schattig staartje. Oh mijn god, wat is dit mooi spel. Wat is dit een gaaf spel, jongens. Ongelooflijk, wat mooi. Even, boom, thumbnail erbij. Ik heb haar al wat vlees gegeven. Ze is al een klein beetje gegroeid. En dit komt omdat ze besloot om 's nachts geboren te worden. Ze is 's nachts verwekt. 's nachts
geboren. Volgens mij is s'nachts gewekt. Ik weet het nog niet eens meer. Ik ben zo. Oh, helemaal van de leg, helemaal van elkaar. Oké, laten we eens kijken. Ze is level 157. Ze heeft een gezondheid van 2600. Uithoudingsvermogen van 624. Dat zal ze van haar vader hebben. Een gewicht van 248. Doet er niet zoveel toe. Een slagwapenschade van 271,9%. Dat heeft ze ook van haar vader. Level 157, dat houdt in als je een level 120 pakt en die met Prime Meat hem, dan kom je hier ook op uit. Dit is natuurlijk ongelooflijk gaaf. Ik heb inmiddels ook even kunnen googlen, want dit heeft nogal even geduurd, dit kleine vrouwtje hier. Ik heb kunnen googlen, dus Snow White heeft nou een passende naam. Snow White heet nou Lady na de wolf van Sansa. Natuurlijk moet onze kleine nieuwe wolf moet ook een naam hebben. Dus die gaan wij eerst heel even geven. Natuurlijk zetten we eerst weer onze eigen K ervoor. En dit wordt Nymeria, na de wolf van Arya. Gebaseerd op de Game of Thrones wolven. Daar doen ze mij het ook het meeste denken. Ze heeft complete kleuren van haar vader, zoals je ziet. Het uitzonderlijk is. En moeders die lijkt veel groter. Zo komt het zo hoog staan. Zo, ik weet het niet. Ik vind moeder haar kleuren veel mooier als vader haar kleuren. Ik hou echt wel van dat mooie witte. En het haar komt er wat beter uit. En dan die donkere streep over haar rug. Het is helemaal niet erg dat ze deze kleuren heeft. Het is... kunnen we zo niet zien. Het wil verzorgd worden in 3,5 uur. Volgens mijn berekening is ze dan al lang volgroeid. Dus dat hebben wij niet zo heel veel aan. We moeten even zorgen dat het gewicht op 24,8 is. En dan kan ze van de voederbak eten. Dus dat zullen we nog heel even moeten doen. Ja. Dat is helaas, dat is helaas. Dit duurt gewoon nog even, jongens. En uiteindelijk als ze volwassen is, zal ik het jullie laten zien. Daar zal ik zelf ook niet bij aanwezig zijn. Dus we krijgen ook weer geen imprinting bonus. Dat kost gewoon te veel tijd. Dat is simpelweg te veel tijd. Ook hebben we hier Berend. De Dodicarus die ik toch van de level 104 Dodicarus die ik toch nog vond op de berg. Die heb ik sneller kunnen temmen, aangezien we wat kibbel hadden als verwacht. En hij is geëindigd op level 155, wat vrij netjes is. Onderweg is hij al een beetje aan het vechten geweest. En heeft hij dus al wat dingen verzameld. Als je kijkt, heb je de gezondheid van 4000. Een uithoudingsvermogen van 1140. Zijn gewicht is maar 375. Vind ik een beetje tegenvallen. Slagwapenschade is 257,5 en een bewegingssnelheid van 225. Jongens, dit is gewoon een hele mooie bonus. Boomgewicht omhoog naar 450. Ja, wij hebben vrij veel onderweg moeten killen. Zelfs zoveel dat Pounder 198 is geworden. En zijn gewicht is omhoog naar 835. Zoals jullie zien, ik heb hier nog mijn vlees klaarstaan om de jongen weer te groot te brengen. Oh mijn god, jongens, jongens, als je dit mooi vindt, zo'n super mooi klein wolfje, geef me dan even een duim omhoog. Hier gaan er meer voor komen. We hebben nu dus twee vrouwen. En het is een beetje, het is een spel, jongens, het kan. We hebben nu twee vrouwen, dus we kunnen straks met twee tegelijk breeden. Ik zal nog eens even kijken hoe lang deze kan. In een dag en 3 uur, wauw, dus dat gaat nog even duren. Voor die tijd is dit wolfje al lang volwassen. En nou ja, kunnen we dus een keer met haar breeden. Moeten we even kijken. Misschien vinden we Snow ook nog een keer weer. En daar moet ik ook op terugkomen. Jon Snow's wolf heet Ghost. En niet Snow. Hij was wel Snow White, maar hij heet Ghost. Dus daar moet ik op terugkomen. Ik denk niet dat we die weer vinden. Mochten we nog een andere man tegenkomen. Dat is natuurlijk niet verkeerd. Ik zou graag een heel leger aan de witte wolven hebben. Maar een zwarte erbij zou ook gaaf zijn. Maakt het niet uit. In ieder geval, jongens, als jullie dit wolfje leuk, net zo leuk vinden als dat ik het vind, geef hem even een duimpje omhoog. Dit was het weer voor vandaag. Ik wil jullie heel... Wauw, mijn ogen zien er raar uit met die bril op. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Ik heb ongelooflijk veel genoten van het maken van de aflevering. Ik hoop dat jullie hebben genoten van het kijken naar de aflevering. En ik zie jullie natuurlijk in de volgende aflevering weer. Laters!